project rond bewonersparticipatie kadert een beetje in het geheel van onze huurders die wij mee willen betrekken in de werking van de Heibloem enerzijds, maar ook willen wij weten van wat kan er nog verbeterd worden in hun leefomgeving, in hun woonomgeving en hun eigenlijk mee ook rond herstellingen, werking, communicatie, om hun daar rond te bevragen en mee te laten nadenken hoe dat kan verbeterd worden en waar dat wij nog dingen kunnen aanpassen. Omdat dat voor ons ook een heel nieuw gegeven is, hebben wij contact gezocht met Vormings Plus Kempen, die daar dan toch al wel wat ervaring mee hebben. Daar zijn we dan mee samen aan de slag gegaan en hebben we één namiddag en twee avonden, de mensen uitgenodigd. De eerste avond hebben we gesproken in drie tafelgesprekken rond communicatie, herstellingen en de werking van de Heibloem. De tweede namiddag hebben we de bewoners met een camera in de wijk ingestuurd met een aantal vragen en hebben ze foto's moeten nemen van zaken die goed waren in de wijk, maar ook zaken die konden verbeterd worden. En dan de laatste sessie hebben wij eigenlijk alles nog eens bij elkaar gebundeld en algemeen zowel voor de gemeente toe een prioriteitenlijst opgesteld met punten die kunnen verbeterd worden, als ook eentje voor de Heibloem met rond de werking en communicatie en rond herstellingen. Ja, ik vond het initiatief heel goed van de Heibloem. Het belangrijkste dat je eruit kunt leren is wat er echt leeft bij de mensen. Dat zal bevraging komen, echt de zaken waar de mensen van dagelijks mee bezig zijn. En waar ze zich soms aan ergeren, wat ze goed vinden, wat ze minder goed vinden. Dat komt naar boven bij zo'n bevraging. En daar weet je nou waar je als gemeente kunt aan werken en waar het belangrijk is om als gemeente aandacht aan te hebben. Vanuit Vorming Plus is het belangrijk dat we dit soort projecten ondersteunen, omdat dat gaat over bewonersparticipatie, burgerparticipatie. Projecten als deze zorgen ook voor de verbetering van de sociale cohesie binnen een wijk. De buurtbewoners onderling die het belangrijk vinden, dat geven ze zelf aan, van meer sociale contacten te hebben. Het is wel heel goed dat de samenwerking eigenlijk heel goed verlopen is. En de mensen kennen u nu ook beter mee, omdat u samengewerkt hebt en zo. En er komen ook veel meer vragen naar ons toe. En de mensen staan wel open voor veranderingen en zo. En ik vind sociaal contact is ook wel heel hard veranderd daardoor.